Oh, wat zo, de knetter. Die is groot, jongen. Wat is dat? Oh. We hebben er weer super veel zin in, want het is alweer een tijd geleden dat we het land op mochten. Het gras was te hoog, broedseizoen, maar nu kan het weer en mag het weer. Dus we zijn super blij vandaag. We zijn nu weer op een schitterend stukje, want ik had hier al even een paar vierkante meter gepakt. En ja, toen kwam ik leuke dingen tegen en we hebben nog een heel eind te gaan, dus dat belooft veel goeds. We gaan lekker beginnen. Let's go! Ja, we gaan het doen. Hop hop! Hop hop! Hij is on. Nou kijkers, ik heb hier een vondst gedaan. Alleen ik weet bij God niet wat het is. Dus als iemand het weet, laat het aan meneer Vink weten. Het is wel mooi versierd en ja. Het kan een beetje kantelen. Er zit een... Het lijkt mij een pin van iets, maar... Ja. Ja, wat? Maar ja, als het zo versierd is of een beetje die mooie vorm heeft, dan... Het zal in ieder geval niet van een granaat zijn, want dan zou die niet zo versierd zijn. Nee. Maar ja, weet iemand het? Laat het eventjes achter, want wij zijn ook erg benieuwd. Yes, we bewaren hem gewoon mooi in de tassie. Want wie weet, is het nog wat bijzonders. En dit is denk ik een... Ik dacht eerst dat het een knoopje was, maar ik denk dat het een stukje leerbeslag is, gezien er geen oogje in zit. Dus de eerste twee reliquieën zijn opgegraven. We gaan gauw verder kijken. Dat is een goed teken. Yes, een kale duit. Alweer één, maar hij is wel mooi rond nog. Kijk eens. Hier valt er nog wat van te maken. Ik heb wel eens gehoord dat als je dan een propje maakt van aluminiumfolie, als die dan echt helemaal kaal is en je haalt even een propje van aluminiumfolie eroverheen, dat die dan, dan kan je misschien nog wat... wat zichtbaar krijgen. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan en toen kwam alleen het jaartal nog tevoorschijn. Ja, bij mij het wapenschild. Oké. Heel lichtelijk hoor. Heel raar dingetje. Ik zal hem toch eventjes in beeld brengen, maar ja. Geen idee. Weer een beetje. Weer één. Ja. Ophouden nou hoor, Ben, want nou word ik jaloers. Wat? Oh, die is er mooi. Ben wordt wild. Ben, wat ga je me vertellen? Oude 1 cent. Ah, ik zie alleen de 1 cent op. Een leeuwencent. Mooi. Aan de ene kant wel dan. Zo. Ja. Ja, hé. Is dit een... Zo is het een leeuwcent? Ja. Zou kunnen, hè? Ja, dat is er een keer. Kijk hoor. Ja? Kijk. Ja. Leeuwcentje bent. Mooi. Kijk. Nee, dat is voor. Dat zijn de leuke. Nu gaan we. Ze gaan als een speer nu. Nu gaan we praten. Hey. Ja toch? Hop. Take one. Goed, we zijn weer op het akkertje. En de zon schijnt. Het is stralend weer. We gaan weer lekker graven. Het wordt warm. Het wordt warm. Het wordt heet onder de voeten. Het wordt, en boven de voeten ook. Ja. Maar we gaan vitamine D opdoen, dus we hebben er super veel zin in. Hop. Woehoe. Yes. Ja, weer een lekker signaal. We gaan kijken. Hij zit lekker diep, dus misschien is het wel een hele oude vondst. Ja, ik zie de verkleuring in de kluit al. Dus hij zit nog in het gat. Hij bemoeit je er niet mee, man. Ja. Een kale duit. Alweer een kale duit. Ja joh. Ja. Het staat ook helemaal nergens op. Hij gaat in het doosje. En dan gaan we weer verder. Ik
zal even de verkleuring laten zien. Dan heb je, kan je het ook een beetje een beeld ervan krijgen. Kijk, zie je dat? Op die plek is die helemaal verkleurd. Dus dan weet je dat je al in de buurt zit. Nou, in dit geval zat hij nog in het gat. Dus zo kun je het een beetje herkennen. Op dagen zoals deze is het ook zaak dat je een beetje op je gezondheid let. En de kracht van de zon niet onderschat. Dus neem zonnebrand mee in je tas. Smeer je regelmatig in. Want je wil niet dat je later problemen krijgt doordat je eigenwijs bent geweest. Dat je niet hebt ingesmeerd. Dus zeker doen. Hij zit weer in het kluitje. Klinkt lekker. Hatsje. Ja. Oh, wauw. Deze is mooi, Ben. Wauw. Een mooie leeuwencent. Wordt er toch nog beloond. Prachtig. €1920. Een hele mooie leeuwencent. Yes. Ja, te gaaf. Toppie. Nee, mooi hoor. Allebei de kanten gewoon helemaal goed, joh. Ja. He? En dat voor op een zuur akkertje. He? Zo, die is mooi. Deze is te gek. Is helemaal complete. Lekker, man. Na al die kale duiten die we al hebben opgegraven. Ja, daarom ja. Ik heb nog een lekker signaaltje hier, geloof ik. Dus blijf ik even kijken. Moet even kijken. Even kijken. Als we dan toch bezig zijn. Oh, hij zit best wel diep, geloof ik ook. En ik pakte hem hier op, ja. Dus ja, eventjes kijken. Je weet nooit waar het goed voor is, Ben. Hè? Waarom? Goed voor je conditie. Ook dat. En voor je vetverbranding. Ja, die heb je toch niet, maar. Nee, hè? Ja. Ik denk dat hij nog wat dieper zit. Nog even een steekje eruit halen. Die is groot, jongen. Wat is dat? Oh. Zo, de knetter. Wat is dat? Zo dan, wat een joekel. Oh, wat goed. Ja, ik denk het. Wat zal het zijn? We gaan gauw kijken. Ik ben ook net zo benieuwd als jou. Fuck. Ja. Wel kopen, of niet? Kijk eens. Ja, ook een ouwertje hoor. Maar wel versleten, geloof ik. Ja, kijk eens hoe dun. Ja, slinterdun. Oh, wat dun zeg. Ah, ik zie nog wat lettertjes. Zo dan. Een dik bij een grote. Oh ja, ik zie hier wat. Ja? Orsi, INGA of zo, NGA. Zo. Ja, heel lichtje staat er nog wat op. Even kijken. Hier aan de ene kant, een G en een A en een O, R, S, I. Er zitten ook gaten al in. Hele kleine lettertjes. Ja. Er zitten gewoon zelfs gaten in. Zo. Ja,
Gaat hem in. Ik hoop dat ik deze nog kan vaststellen. Ik zie nu alleen de letters. Oh, er komen steeds meer letters zichtbaar. Hij droogt op, Ben. O-B-S-I. Ja, op de camera zal het vast niet te zien zijn. Maar ik zal even een fotootje erbij plaatsen later. Maar er komen steeds meer letters zichtbaar. Maar hij is flinterdun, zeg hé. De hele tekst staat erop, joh. Het is een heel... Nou, ik ben benieuwd. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Hij ligt hier heel ontspannen erbij. Ja. Ik ben vandaag de tekenvanger. De tekenvanger? Ja, ik vang alle teken. Oh, dat is jouw... Is dat jouw werk? Dat is mijn werk, ja. Dus, ik zit er flink mee dus. Ja? Ja, alleen nog geen goud. Wat betaalt dat nou een beetje? Leeuwencentjes. Wat leeuwencentjes? Ja. Oké. En hoeveel leeuwencentjes heb je al? Ik heb er nu 2 stuks van. Wat is het? Halve leeuwencent? Ja. Halve leeuwencent, ja. Ja, dat zijn leuke vondsten. Ja. Alleen jammer, die dingen altijd zo snel afbrokkelen. Zoals in je muntenbakje, als ze stoten. Ja. Maar goed. We treuren niet, het is in ieder geval wat. En kunt u nog een jaartal erop vinden? Of is dat een beetje lastig? Dat is een beetje lastig bij deze. Ja. Dat is ook lastig. Dat is ook lastig. Kijk, deze zie je het. De kant waarvan het jaartal op staat zie je heel goed. Ja. En de leeuw en de letters, maar dan precies onder zijn voetjes is er een bruine aanslag. Oké, ja. Dus ja, dan moet ik even kijken of ik daar aan kan doen thuis, want ik ben bang, want hij is hier ook al aan het afbrokken waar het jaartal staat. Ja. Dat is nou jammer, weet je wel. En de rest die je net vindt, die kan je ook niet zien? Nee. Die is dan eigenlijk, zie je daar niet heel veel. Je ziet er wel wat, maar... Ik zal hem even erbij pakken. Ja, je ziet wel wat, maar het is minimaal, hè? Het is minimaal. Het is minimaal, ja. Maar ik vind ze wel in prachtige staat nog. Ondanks dat ze hier in die... Het kan nog mee, ja. Zo lang in die zure akker hebben gelegen hier. Het is nog wel... Ja. Is dit een leeuwencent? Ja, leg ze maar eens op elkaar. Ze zijn even groot, toch? Groot. Nou? Nee. Nee, er zit verschil in, hè? Heel klein beetje. Heel klein beetje. Zal het niet gewoon een... Nee. Je ziet eronder wel wat, hè? De boven... Kijk eens. Je ziet de bovenlaag, maar je ziet eronder ook gewoon nog de letters staan. Of ik denk dat het wat anders is. Ja, ik ook. 1 cent misschien? Ja? Juliana wil hem niet, weet ik het. Huh, ik weet het niet. Wat denk je? Is het een centje of een... Nee, het is sowieso geen Juliana cent. Ook geen Wilhelmina. Anders had hij wel groter geweest. Kan je? Is het zilver misschien? Moet je kijken eronder. Aan de andere kant waar ik hem nu geef. Ik hem net gaf. Zie je daarboven wat? Ja. Je ziet wel een beetje een randje. Ja, een gekleurd randje. Het heeft iets van zilver weg. Maar laten we niet te snel hopen. Dat deed ik vorige keer ook, maar dat was nog wel... Nou ja, dan moeten we eventjes op onderzoek uitlaten. Thuis is een poetsje verder. Ik dank u voor dit interview en voor uw tijd. Geen probleem, meneer. En dan gaan we door naar de volgende. Eens kijken wat ik van deze kan maken thuis. Heel goed. Ik heb lang wat gevonden. En ik heb echt geen idee wat het is. Kijk, er zit een pen op hier zo. Een versiering. Hier, dit is versierd. Dit is versierd en deze 2 fragmentjes die horen erbij. Ik denk dat ik het uit de grond heb gehaald dat dit kapot is gegaan. Want dit is een verse breuk, maar dit was al zo. Maar dit lag er wel los bij. Maar als jij hier naar zit te kijken en je weet wat het is, dan ben ik heel erg benieuwd. Laat het me snel weten. Maar ik heb nou nog echt geen idee. Het wordt steeds interessanter. Want nu heb ik nog een deel gevonden en dat hoort er echt wel bij. Ik zie het gelijk aan de versiering. Ik ga thuis even alles bij elkaar puzzelen. Maar dit is interessant zeg. Ik kom nou allemaal delen tegen van dat. En dit zat toch echt weer een meter verderop. Ja, ook echt versierd. Kijk. Terwijl ik weg was om even water bij te vullen bij de boer. Zat Ben nog even een beetje zijn munten op te poetsen. En we dachten eerst dat hij 2 halve leeuwencenten had gevonden.
Maar toen legden we ze op elkaar inderdaad. En toen bleek die ene toch net even wat groter te zijn. Ja, hè? Groter, ja. Ja. Deze, was, deze is groter. Ja. Ja. En nou zat hij te poetsen en dan komen we er dus achter dat het een dubbeltje is van Wilhelmina in de jonge jaren nog. Dus zilber. Dus hij gaat eventjes bakzoda aanschaffen thuis. Hij gaat eventjes naar de drogisterij om bakzoda te halen en aluminiumfolie. Ja, ja, dat heb ik nog. Dus, een beetje kokend water en dan ga jij daar een heel mooi muntje van maken weer. De foto komt eraan. Derde. Wel leuk, je hebt zilver gevonden. Hey. Ja. Eindelijk. Ja. Dus daar was ik naar op zoek. Mooi man. Weer voor in de collectie, die had ik nog niet. Ja. En we hebben nog anderhalf uur te gaan, dus we gaan lekker door. Daarna gaan we lekker patatjes eten. Daarna gaan we lekker friet eten. Friet eten met een broodje kroket of weet ik het wat. Lekker man. En een ijskoud colaatje. Ja. Dus het is hartstikke warm. Klinkt als een strak plan. Ja toch? Over. Gaan we doen. Ben heeft wat uit de grond getoverd. Eens kijken. Het lijkt op een manchetknoop. Ja, houdt me heel goed, ik zie die door de zon. Ik denk niet meer dat ik hem verder schoon ga maken, want er staat wel iets op nog ook. Ja. Als je met een beetje geluk kom je dat nog te weten. Ja. Leuk man. Ja toch? Ja, dat was hem weer voor vandaag. We hebben leuke vondsten gedaan. Aardig wat muntjes, hè? Aardig wat munten. Uit de grond gehaald. Ja, ja, we kunnen het kale duitendag noemen, maar we hebben ook toch wel leeuwencenten gevonden. En een zilveren, hè? Een zilveren. Ben heb een zilveren gevonden, ja. Dus Wilhelminaatje. Ja, mooi man. In de jongere jaren. Het jaartal moeten we nog even bevestigen. Ja. Maar ja, het was wel een geslaagd dagje. Heerlijk zeker weer. Zeker. En we hebben een mooie omgeving. Moet je eens kijken, de paardjes die lopen lekker te grazen achter ons. Heerlijk. Dus, ja, dat is een mooi gezicht. Kijk, daar heb ik nog een boodschap. Hij heeft ook een boodschap, dit paard. Hij verschijt aan. Ja, hey. Hij verschijt aan. Nee, maar ik vind het wel het is echt een mooi gezicht. Ja, paardjes, lekker buiten bezig. Hè? Zeker. Genieten. We gaan nog eventjes thuis alles even rustig bekijken. Mooie fotootjes maken en alles op een rijtje leggen. Door de hitte word je wel een beetje loom. We moeten ook nu echt een beetje een eind aan bereiden. Want, 10 uur 's ochtends. Hè? Ja, vanaf half elf. Het is nu 6:15. Ja. Godzijdank. Nee, we zijn de hele dag in de zon. Hè? Ja, genoeg water gedronken, maar toch de zon te steken. Nou ja, weet je. Nou ja, lekker slapen vanavond. Tot sowieso. Ja, ja. We gaan afsluiten. Ja, dat waren twee prachtige dagen zoeken. We hebben vooral dag 2 een lekker kleurtje opgedaan. Dat was heerlijk. Dag 1 hebben jullie niet veel beelden van meegekregen. Dat komt omdat de wind vaak opstak. En ja, dat wil ik jullie ogen niet aandoen. Veel leuke vondsten gedaan. Ik heb alles even op een rijtje gelegd. Hier komen ze. Ja, deze vind ik toch wel heel erg mooi. Ondanks dat hij niet heel is. Maar echt mooi versierd. En ik denk toch dat het een soort van leerbeslag is geweest. Als ik naar deze punten kijk, dan zal dat wel de bevestiging geweest zijn. Hier heb ik 3 gespen. Een heel klein gespje. En deze is denk ik van een paardentuig. Dit is een schoengesp. Laat 19e eeuw. Koperplaatje. Vingerhoedje. Leerbeslag. Zegellootje. Nog een knoopje. Nog een zegellootje. En dan hebben we hier een Italiaanse munt. Vanaf 1887 had je deze. Ik kon hem nog net lezen. Willemscenten, 3 stuks. Kijk, te gek. 1828 en 2 keer 1827. Een Hollandia Duit, ook nog zichtbaar gekregen. Zeelandia Duit, ook nog. En dit zijn de kale duiten. Ook aardig wat. De rekenpenning en de leeuwencenten. Een halve stuiver en 2 keer 1 cent. Ben jij nou net zo enthousiast van metaaldetectie als ik en ook zo geïnteresseerd in de geschiedenis? Abonneer dan eventjes, zet het belletje aan en dan mis je niks van mijn avonturen en ervaringen. En dan kunnen we alleen maar van elkaar leren, dus dat is ook leuk. Dan zie ik jullie gauw bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken.